Ik ben mevrouw Kooi en ik ben 98 jaar. En ik ben hier nu 8 jaar in Steef Wiekelhof. En ik woon hier heel graag. Ik heb eerst in een eigen huis gezeten, wel in een rijtjeshuis. Maar ik merkte op de duur dat ik niet meer goed naar boven toe kon. En dat gaf me dan denken. En zodoende ben ik deze kant ingekomen. Ik wilde per se een aanleunwoning, want ik wilde niet meteen in een bejaardenhuis zitten om duimen te draaien. Want dan heb ik niks meer te doen, want ik moet ergens mee bezig kunnen zijn. En dan kan ik mijn potje zelf nog koken. En ik doe nog veel dingen die ik enigszins kan. Dus daar vermaak ik mijn eigen wel mee. Ik wil mijn kinderen niet tot last zijn van dat ze geregeld voor me moeten zorgen. Dat wil ik van mezelf niet. Kinderen zouden het wel doen. Maar ik wil dat zelf niet. Ik doe 's ochtends, dat doe ik dan gewoon mijn huishoudelijk werk. En dan ga ik of zitten te lezen. En anders dan ga ik zitten puzzelen. Of ik lees een blaadje of zo. Dus ik ben altijd ergens mee bezig. Ik zit eigenlijk nooit stil. Nou, hier zijn de zusters vrij vlug hoor. Ja hoor. Daar heb ik geen klagen over. Ze komen 's morgens komen ze mijn kousen uitdoen of aandoen. S'avonds komen ze eruit doen, want dat kan ik zelf niet meer. Maar als ik ze ergens anders voor nodig heb, dan zijn ze zo paraat. Dus ik heb een hele goede hulp, daar mag ik niks van zeggen. Ze luisteren naar je, ze zeggen altijd, ik kom hier zo graag, want je bent altijd dezelfde. Ze vragen iedere dag als ze komen, hoe gaat het met je? Heb je goed geslapen of zo? En alles wordt genoteerd. Als ik iets vertel, dan wordt het opgeschreven. Dat ik wel eens zeg, moet dat ook al opgeschreven worden? Dat is eigenlijk het enigste punt wat ik heb, want ik heb ruimte zat. Ik heb spullen genoeg, dus nee, ik heb het zo heel goed naar mijn zin.